We nemen vandaag een kijkje bij de 10e boetezitting in Münstergeleen. Er zijn onder andere optredens van Duo Bos, Katja Hens, Cartouche en de Toddenzak. En hier in Münstergeleen vieren ze het allemaal net even iets anders. Roemelen, roemelen, hey! Roemelen, roemelen, hey! Geef hem! Geef hem! Roemelen, roemelen, hey! Het bijzondere eraan is dat deze noot werd ieder jaar gesponsord hier door een van de ondernemers in Münstergeleen. En die werd verkocht per opbod. Ik zit op dit moment al op 233 euro. En het is nog lang niet gedaan. En de opbrengst van de noot gaat naar de verenigingen van Münstergeleen. Verlekken daar als oud-prinsen vaak nog een beetje naar bij, maar het maakt niet uit. Vijf verenigingen krijgen ieder jaar een gedeelte uitgekeerd van de noot. En ja, we maken er het zo van. Dus nu krijgen een schone noot. Weer hebben een schone dag en de verenigingen van Münstergeleen die houden nog een kas over om weer de andere kant terug te doen in de gemeenschap. Wat willen we nog meer? Allemaal winnen. Hoe kijk je uit naar de vastelovend? Ja, altijd met heel veel plezier. Verheug ik me op de vastelovend. Het is dan maar één keer per jaar en dan leef ze gans jaar naartoe. En dan werken ze ook met leedjes en pekjes. Leef ze er een gans jaar naartoe. Dus ik heb er zin in. En vandaag in Münstergeleen? Ja, heel bijzonder om mij te maken staan in Münstergeleen. Ze belden me op. Het is wel een bitterke na het LVK, denk ik, van vorig jaar. En toch weer een finale plek dit jaar. Ja, het is heel bijzonder om op dit soort evenementen te staan. Vooral de boeteloog en de dansende lui op straat. Ja, daar hou ik wel van. Dat is voor mij vastelavond. En welke plaats ga je nog meer naartoe? Ik ga nog naar verschillende plaatsen. Heel veel dames en heren zittingen. Maar bijvoorbeeld ook naar de finale in Gulpen en naar het Oude Wieverbal in Valkenberg. Dus dat zijn chique evenementen te maken staan.